Oh, wat lekker warm, wat heerlijk. Ja, mooi, honger. Oh, jij ook hier. Wat toevallig. Ja. Nee, niet volgen. Stop nou. Ah! Vandaag zijn Robin en ik in een kamer van de map van de kijker. Robin, we staan voor een gesloten. Ze doen niet open. Jezus. Wat een herrie. Vandaag spelen Robin en ik samen weer de map van de kijker. En we beginnen in een klein kamertje hier met een gesloten deur. Heel leuk, dit. En Robin, wat heb jij gevonden? Boekje. Oeh. Moet ik hem voorlezen? Ja, dat mag. Maar voordat wij dat boekje gaan lezen, jongens. Kijk, ik weet... Oh, ik trek mijn headset uit mijn... Kijk, ik weet niet wat mijn editor deze keer van maakt, maar abonneer jongens. Dit betekent abonneren en hij maakt toch van die leukste gifs van. En wacht, hey, nog een gif, sorry Sebastian. We gaan deze aflevering voor 3000 likes. En 15 reacties. 15. Dus reageer gewoon iets leuks. Verzin een leuk verhaaltje over je middag wat jij vandaag gedaan hebt. Oké, Robin, het boekje, waar is hij? Achter je. Oh ja, achter me. Welkom Walnut, superleuk dat je in mijn map speelt. Er zitten zeker 2 weken aan tijd in voor alleen de comment blocks al. Ik heb de map helemaal zelf gemaakt, dus ik hoop dat alles goed werkt. Als je de map hebt uitgespeeld, kan je de foto's van de bouw... van de map bekijken in de folder. Oké. Die ik erbij heb gestuurd. Je bevindt je in een escape room. Jouw taak is om zo snel mogelijk uit te komen. Dat vind ik leuk. Dat is leuk om te zien. Settings, let op. Zet de server op easy. Niet op peaceful. Staat hij op easy? Ja, sorry voor het schreeuwen. Je kan wel mobspanning uitzetten. Blijf verder altijd in adventure. Als je naar een andere game mode moet, dan word je daarin gezet. Veel succes. En oh ja, nog een vraag aan de kijkers. Ik zou het leuk vinden als jullie aan het einde de map ook een cijfer geven in de comments. Dat vind ik een hele leuke, jongens. Laat zeker aan het einde van deze map ook een cijfer achter. Nou, laten we beginnen, Robin. We moeten, neem ik aan, beginnen met deze gesloten deur. Ik denk het ook. Oké, laten we even kijken wat we allemaal kunnen vinden. Ik denk dat er sowieso wel dingen te vinden zijn. Ik zie hier al gelijk een glass bottle. En ik zie hier water. Dus, oh, we hebben een code. 2310. Nee, werkt niet. 2310. Oké, maar die moeten we misschien onthouden voor iets. Ga hier bovenop ook even kijken. Ding uit de cactus of zo. Kijk, misschien kunnen we hier dingen uithalen. Nee, oké. 2310. Leo. Zie hier... Oh, kijk, hierachter zit iets. Een button. Oh, wat deed dat? Ah, dat maakte nog een button vrij. Oh. Hou jij die button maar over. Vul hier de code in. 2310. Goed, is dat de deur die dan open gaat? Ja, we hebben de deur geopend, Robin. Kijk, ik weet niet wat het is, Tijmen, maar Robin en ik zijn gewoon veel te goed. Ja, dus maak je map beet. Nee, grapje. Nee, grapje. Heel lijp. De map is zo ver heel lijp. De map is echt heel lijp al. Laten we gelijk weer... Hé, een button gevonden. Een button. Oh, jij hebt de button gevonden. Knop. En wat kan ik daarmee? Hint roze. Daar. Daar, dit is roze, toch? Dit blokje hier. Ja, dat is roze. Moet ik hem plaatsen, Robin? Ja! Robin, ja. Kom terug. Nee, kom terug, Robin. Zit moet je met de zaken? Plaats gewoon die button. Ik plaats gewoon die button. Nou. Kijk, wat heeft het gedaan? Ah, ga in de luchtleiding. Daar moet je op klikken, of niet? Ah! Oh, huh? Hoe ben je erin gegaan? Weet de luchtleiding niet. Is gesloten. Robin, kom terug! Ja, nee! Robin, ik wil er ook in. Oh, maar omdat jij er staat, wacht. Robin, ik kan er nu niet in door jou. Hou op, ik word elke keer terug! Ja, dat doe ik. Stop nou! Stop! Ik ga zwemmen. Nee, kom terug! Nou, hier, ga! Met je hoofd. Ja! Nu ga je me zeker terugsturen, hè? Of niet? Nee, moet ik heen zo überhaupt? Kinderachtig ben ik niet, makkers. Het is een doolhof, Robijn, hoe het er was bij. Een doolhof, zeg ik. Ik zeg het je. Ja. Wat is daar zo'n vernametag daar links? Wie is Leo? Wie is Leo? Ik ook niet. Hé, hey, een barrel. Hint, er ligt hier ook ergens een lever verstopt. Oké, oké. Kom eens even terug. Oh mijn god, Robin. Hallo. Ik was echt al ver. Ja. Maakt mij niet uit. Ik wacht tot je bij een kist bent en dan doe ik een keer gewoon nog een keer. Oké, dan ga ik gewoon iets... Oh, jij ziet mijn scherm. Oké, ik ben nog niet bij een kist. Ik ben nog niet bij een kist. Ik ben nog niet bij een kist. Nee, nou, alsjeblieft niet, alsjeblieft niet, alsjeblieft niet. Nee. Ik heb hem! Ik heb de lever. Hij is geel. Terug. Nee. Doet hij het niet meer? Oh, je bent er nu ook in. Aha, omdat ik al wat verder was. Kijk, nu kunnen we samen zoeken. Samen zoeken. Ik heb een gele lever heb ik gevonden. Althans, nou, leuk voor hij je. Hij is niet geel, maar hij is voorgeel. Voorgeel. Ja, voorgeel. Misschien moeten we, kunnen we er iets mee vinden. I don't know. Geel. Geel. Misschien moet je dat zo... Opnieuw. Ik ben in een hele grote ruimte. Waar ben jij nou maar weer? Maar dit is een andere ruimte. Weet ik veel, maar dit is hier een kist. Lever paars. Plaats deze op een paard. Oh, plaats deze op het gele blok. Ik snap hem. En een hint. Oké, ik pak eerst even mogelijk alles. Oké, de hint. Dat is een hele mooie hint, Robin. Is dat zo? Ik heb echt een prachtige hint gevonden. Ik ben heel benieuwd. Ik heb echt een hele mooie hint. Oké, levers. Nou, dat overhalen heeft waarschijnlijk allemaal geen zin. Nee.
Dat is gewoon detail. Oh, wat is dit ontzettend lang, zeg. Maar je bent bij mij. Hey. Hallo. Maar zo. Hier is de hint. Misschien kan jij eruit vinden. Ik vind het een beetje moeilijk. Oh. Weet je, dit doet me denken aan Kung Fu Panda. Aan die scroll. Ja, denk je dan die... Dat hij dan leeg is, zeker. Kijk, dit is sowieso iets dat we moeten draaien. En dan vinden we het een goeie. En, oh, klompje koper. Hint, deze moet je droppen. Ja, doe die er eens in. Waarin? Hier, de hopper. Oh, hier, kijk. Aha! Maar ik kan alleen... Oh, wacht, we kunnen wel in de barrels in. We zien het open gegaan, alleen... Ah, die shulkerbok. Ja, we kunnen er net niet bij. Dat is een beetje het ding. Oh, hier, hallo, lekker. Plaats er... Ik heb de rode. Hé, hey, en hier aan de andere kant ook. En dan moeten we sowieso weer... Kijk, ik ben goed, Robin. Hier, we hebben ook de groene. En er waren maar 4 kleuren die we nodig hadden, toch? Nee, was leuk dit. Ik ga wel weer. Zo. Wat nou was leuk dit? Hè? Je hebt alles zelf gedaan. Wat nou? Hier, op je reet. Kijk, zacht je. Ze lekker aan het... Slok dood. Ik slok serieus. Hier. Of jij maar daar. Dag. Oprecht is het al leuk gedaan. We hebben groene, we hebben een rode, we hebben een paarse en we hebben een gele lever. Oké, dan doe jij die en die. Doe ik deze en deze. Paars, geel, groen, rood, tonk, tonk. Had toch helemaal niks uit moeten maken? Hoezo? Jawel. Deur geopend. Welke deur? Deze. Oh, naar Leo! We mogen naar Leo! Hey, Leo! Hey, Leo! Leuk dat je hier weer bent. Ja, vind ik. Gesloten. Ook. Wat is er, Leo? We hebben een totem of een dying nodig. Dan krijgen we een knop. Hoe weet je dat? Ja, dat zegt Leo. Dan gebruik ik deze om de deur te openen. Oké. Nou, prima, Leo. Maar Leo zegt dat we die nodig hebben. Ik heb hier een knop. En dan krijg ik een music disc van. En ik weet toevallig dat hier stond dit ding. Geopend. Wat hebben we geopend? Hier hoor ik iets openen. Nee. Wat hebben we geopend? Oh, hier! Hier. Hint. Misschien nog even kijken nemen in de luchtleiding. Nee! Moeten we weer de luchtleiding in? Hey, er is hier iets geopend hierboven. Robin, ik wil ook. Wacht even hoor. Ga maar. Ga nou. Ophouden nou. Oké. Waarom wist ik dat? Oké, ik kom eraan. Nee, ik kan er niet. Oh, er is hier wat. Kan er niet. Kijk jij maar daar. Is dat iets? Of hier is ook een hint. Dit klinkt als muziek in mijn oren. Ja, maar die hebben we al gevonden, die hint. Oh, het poortje bij Leo is gewoon open. Oh ja, leuk. Hè? Doe de map maar alleen. Wat? Ja, maar we hebben toch die totem of een dying niet en ik heb honger. Dat is feed. Ik kom eraan. Heb je nog iets gevonden? Ja. Wat dan? Lege kisten. Maar verder niks. Nee. Jij wel? Nee. Jij? Bijna. En jij? Straks. Hé, hey, wacht. Ik heb wat gevonden. Een totem of een dying. En dan ga ik me uitspelen zonder jou. Ben je niet. Wat is er? Ja, hoe kan dat nou? Ja, ik ben gewoon goed in zoeken. Maar ik kan je wel hierheen sturen als je wilt. Ik kan je wel summonen. Ik stop je over hierheen. Kom maar. Au. Nee, ik moet even verder. Au. Tudum. Hallo. Oké, kom. Ik heb de totem of undying gevonden. Daarmee gaan wij omhoog. Lopen we naar Leo. Dan geven we aan Leo. Geef jij aan Leo die? Ik geef aan Leo die. Jij geeft aan Leo die. Als je hebt Leo, dan krijg jij een butel. Ik krijg een butel. Waar mag je de butel plaatsen? Waar mag je de butel plaatsen? Nergens. Ook niet op de vloer. Is dat, gebruik deze om de deur te openen. Drop ik mag hem nergens op plaatsen. Geef hem eens. Geef hem eens. Maar er staat ook niet dat je hem kan usen op. En we zitten in Adventure. Leo. Oh, jawel, hier. Kijk, ik wist, ik ben slim. Ik bedenk dat soort dingen zelf. Ik wist dat hier een ander blok zat. Daarna kan ik de deur openen. Maar dan ga ik alleen. Nee, wacht. Oh, god, wat is dit? Waar gaan we heen, Robin? Ga jij maar eerst. Oh. Ah, Robin! Oh, uitgespeeld. Daar zijn we. Huh? Ah, dit was hem. Oh, we zijn hier nu. Wow! Ik hoor jullie aan me niet meer. Ik ben bedankt. Voor het kijken. Heel mooi. Robin. Ja? We gaan nog een map spelen. Wat? We gaan nog een map spelen. Nee, we gaan niet naar de speeltuin. Zet vanaf hier peaceful uit. Anders spant de bos niet in. Oeh. Hey, trouwens, van de vorige map. Laat nog even je cijfer achter. En de maker was... Tijmen. Ik weet niet waarom ik dit doe. Nu moet editen. Je laat gewoon Tijmen neerzetten. Tijmen. Dankjewel voor het maken van je map. Zet vanaf hier peaceful uit. Dat hebben we. Anders spant de bos niet in. Nou, peaceful staat uit. Pak je equipment uit de kist. Niet op de span. Campen, please. Oké, prima. Nemen we de spulletjes uit de kist. Pak jij ook de spulletjes uit de kist? Die pak ik. Dan kunnen we helemaal volledig in Netherite. Ik weet niet waarom, maar totem of dying doe ik in mijn tweede hand. Zo, dan ben ik ready om aan te vallen. Ik ook. Als de boss hebt geslagen, zoek dan naar een knop. Die teleporteert je naar het einde. Veel succes met vechten. Ben je klaar voor? Ja. Oké. Okay. Nee, was gezellig. Joe, doei. Jij bent er niet? Nee, nu wel. Oké, maar niet spannen op. Oh, als je... Wow! Je hebt niet op die pressure plate blijven staan. Robin, je hebt 2 keer op die pressure plate gestaan. Oh ja, nee, ik denk dat een stuk of 6 keer. Sorry. Robin. Ja. Het is niet te doen. Kijk, ik doe even een golden apple. Ah!
Gast, wat verwachten ze dat we willen doen? Oh, mijn god, ik denk dat we het even opnieuw moeten doen. Dit is niet te doen. Ik ga de boss killen. Oh. Yes! Oh, ja, ik heb één boss gekillt. Ik heb nog een totem of een dying. Oké, Robin, ga gewoon voor die e-focus. Gewoon voor die e-focus gaan. Die moeten dood. Ja, goed zo, goed zo. Oh, mijn god, die andere beesten, die zijn niet zo erg. Oh. Niet zo erg. Gast, ik ben bijna, ik heb nog maar één golden apple over. Wat is dit, ouwe? Waarom moesten we zoveel op die pressure plate staan? Oké, okay, hoeveel totem of een dying heb jij? Maar ze worden allemaal nieuwe. Ja, nee, zolang we die e-focus maar killen. Gast, dit is niet te doen. Ik ga dood. Ze is dood. Ja, mijn totem of een dying is gebruikt. Ik heb er nog één. Oh. Ik ook. Oh. Robin! Ja. Marcus. Ja, oké, okay, dood. Maar hoe kun... Ik heb al een paar van die beesten gekild. Ja, maar nee, we zijn ver. We gaan het nog halen ook, dit. Ondanks dat het zo slecht is gegaan. Hier, ik ga waarschijnlijk mijn tweede totem gebruiken. Ja, alles doden. Oh, we moesten een knop zoeken. Oh, my days. Ah, ik heb mijn tweede gebruikt, denk ik. Vind de knop en hou je kop. Ik heb een knop, denk ik. Hier zit de knop. Hier zit 100% de knop. Maar er zijn te veel beesten. Oh, oh mijn god. Ik kan niet meer healen. Heel vervelend. Marcus, waar zit de knop? Ja, daar. Maar, Waar? Hier ook. Hier link, kijk, hier. Hier denk ik. Drukken. Nee, hij zit hier niet. Nee, jawel. Ja, overal. Ik heb hem. Maar dan ben jij alleen geteleporteerd. Ik wil ook. Robin, help me. Teleporteer me. Alsjeblieft. Ik smeek het je. Teleporteer me, alsjeblieft. Ik heb het gehaald. Het kan niet anders. Oh. Dit was het. Dit was het. Bedankt voor het spelen van mijn map. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik heb deze map helemaal alleen gemaakt. Nick van F. YouTube nickname YouTube. Twitch nickname. Ga hierop de spectator mode om de map te bekijken. I feel like an astronaut in the ocean. Oh. When the people talk too much. When they see this one. Oh nee. Huh? Oh nee. Yeah. Maar wat is al die andere dingen die ik dan hier zie? Waarom is letterlijk die Pringles meneer hier? En de Monopoly guy. Ja, ik weet niet. Kom, we gaan kijken. Wat is dit allemaal? Blinding Lights, The Weeknd. Nou, die wil ik ook horen. Life goes on Oliver Tree. Man, waarom gaan we langs alles? Wat is dit? Het droppen? Level 1 parkour. Level 1, parkour. Huh? Wat is dit? Er is meer. Hebben we het verkeerd gespeeld? Want dit is gewoon Nederlands. Ik weet het niet. Huh? Auw! Huh? Waarom is hier lava en niet gewoon een pressieplay dat ik terug te peen? Waarom moet ik nou sufferen? Wat een mooie wereld. Ja, maar ik snap het niet. Hebben we het verkeerd gespeeld of zo? Nee, we hebben het helemaal goed gespeeld. Wat is dit dan? Oh, hier. Level medium. Haal het einde. Huh? Maar er zijn zoveel parkour dingen. Ik snap dat we niet... Wat is er? Wat zit je te lachen? Ik snap er helemaal niks van. Maar wel een leuke map op zich. Ja, want ja, we hebben allemaal verschillende aspecten. Ik denk dat we hem gewoon helemaal verkeerd... Maar laten we even het begin zoeken. Robin. Ja? Dit blijkt het begin te zijn. En dit blijkt gewoon een oprecht een hele lijpe map te zijn. En wij hebben de boss fight, het eindlevel, hebben we als eerst gedaan. Oh. Sorry. Dus om het goed te maken gaan Robin en ik deze map in de volgende aflevering spelen. En dan daadwerkelijk van begin tot eind. Niek, het spijt me, maar hij komt eraan. Ik beloof het je. Ik hier, Pinky, promise. Pinky, oh ja. Maar voor nu, dankjewel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer zeker even als je het niet hebt gedaan. Kijk ook deze video, want dit is Robin zijn favoriete video op mijn kanaal. Wauw! Ja, dat vind ik een hele mooie. Mooi, hè? En dan nu spreek je laatste glaasje. Tot de volgende keer. Yeah!